1500 judoka's internationaal judo tournament. TC Venray kampioen. Het is vandaag 1 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. Venray stond afgelopen weekend in het teken van het grootste en meest prestigieuze sportevenement in de gemeente, het internationaal judo-tournament Venray. De organisatie van de 41ste editie in Sporthal de Wetteling was opnieuw in de vertrouwde handen van judovereniging Venray. Op voorhand was deze editie een succes, want in een zucht en een vloek hadden zich op nieuwjaarsdag al 1500 judoka's aangemeld. Ja, klopt. Het was oud op nieuw. Om 12 uur 's nachts gaat de inschrijving bij ons open. En vorig jaar dachten we al een record te hebben met 20 dagen dat het vol zou zitten. En ik was op vakantie, maar ik werd 's middags gebeld met 20 uur en we zitten al vol. En dat betekent 1600 deelnemers waren al ingeschreven, zaten eigenlijk al over de limiet heen. Dus absurd dat we zo snel vol zaten. Niet alleen in de breedte, maar ook kwalitatief is het toernooi beter dan nooit tevoren. Je merkt ook, omdat het toernooi dus zo bekend staat en zo snel vol zit, dat clubs ook gaan doorselecteren. Waarmee ze eerst altijd echt met een team kwamen van alle leeftijden, zijn ze nu ook wel een beetje aan het doorselecteren. En hun beste judoka's eigenlijk afvaardigen. Dus het toernooi wordt eigenlijk steeds sterker. De nationale teams blijven ook komen. En dus kwalitatief gezien ligt het heel hoog dit jaar. In een tijd dat het voor grote sportevenementen steeds moeilijker wordt om ook het financiële plaatje rond te krijgen, lijkt de organisatie van het Venrayse judo-tournament geen moeite te hebben om sponsoren aan zich te binden. Nou, tot nu toe moet ik zeggen dat wij het goed doen. We hebben een aantal hoofdsponsors die we heel dankbaar zijn. En gelukkig het ook mogelijk maken dat we dit toernooi kunnen blijven draaien. Daar zitten wel veel kosten aan vast. Ook logistiek, er staat hier veel aan automatisering, aan allerlei spullen wat geld kost. Maar wij mogen denk ik niet klagen als vereniging zijnde. Maar hopelijk voor de toekomst blijven de sponsoren ook ons steunen daarin. Zaterdagavond ondertekende de judoka Anne Simons uit België de Wall of Fame. Ik vind dat heel leuk. Ik ga eigenlijk niet zoveel in op uitnodigingen, maar deze wil ik toch echt wel doen. Ik heb hier jarenlang, ik denk 6 keer, gejudo'd. Ik vond het al een heel leuk toernooi, een heel sterk toernooi. En ik heb hier ook heel veel geleerd. Ik heb dat altijd blijven herinneren, dus ik met plezier teken ik die Hall of Fame. Simons was 6 keer te gast tijdens het internationale toernooi in Venray en won 3 keer. 60 ja, maar het was altijd wel heel zwaar. Ik herinner mij de eerste keer dat ik meedeed, was het niet zo'n succes. Waren ook allemaal vreemde nationaliteiten toen al. Ik denk dat het ook een jaar of 8-9 jaar was. Maar ik vond dat gewoon altijd een hele leuke sfeer. Het was ook een echt competitief toernooi. Ik heb er echt heel veel geleerd ook. En ik kwam er eigenlijk altijd met plezier naartoe. Ja. Haar deelname aan het toernooi in Venray dateert nog van voor de eeuwwisseling. Ze herkent nog steeds de sfeer van het evenement. Maar ziet ook dat het judo-toernooi een steeds grotere status heeft verworven. Ja, ik denk dat het grootser geworden is. Hè. Dus hier zijn we nu een aparte finale mat waar we nu staan. Die verschillende nationaliteiten, dat is een heel aparte sfeer. En ik denk voor die kinderen nu nog steeds is dat heel leuk om naartoe te komen. Het is ook gewoon een heel sterk toernooi. Je kunt je ook meten met andere nationaliteiten. De sfeer is nog niks veranderd. Alleen het is gewoon grootser geworden. Een hele mooie hal. Die hal heb ik zelf nog niet gezien. Het is een heel leuke sfeer. Anne Simons veroverde 8 nationale titels. 3 keer brons op een EK en in 2000 de bronzen medaille op de Olympische Spelen in Sydney. Voor alle talenten die in Venray in actie kwamen, heeft ze een tip. Goh, blijven werken. En dromen, vooral dromen. Dromen is heel belangrijk. Het is heel belangrijk om een passie te hebben, ook vooral die droom. Een netwerk hebben is heel belangrijk, maar ook een team. Vertrouwen op dat je een team hebt, is zo belangrijk. Maar nogmaals, je moet blijven werken naar die ene droom. Een veldslag verloren is een oorlog nog niet verloren. Dus altijd maar blijven doorgaan en kijk dat je van ieder ding dat je doet, als je nu wint of verliest, telkens iets leert. Dat is wel heel belangrijk. Ook de organisatie heeft nog een droom. Japanse judoka's op de tatami in Venray. Ja, dat is nog steeds ons ultieme doel. Japanners, ze zijn begonnen met het judo, ze hebben het uitgevonden. Dus als die toch eens een keer op ons toernooi zouden komen, dat zou wel... Uh,
ja, een beetje kers op de taart zijn. Dus ja, we blijven eraan werken. Ieder jaar weer doen we een poging. Het is lastig, want ja, ze zijn ook niet veel in Europa te vinden. Dan gaan ze wel echte WK's natuurlijk af en echte kwalificatietoernooien. Maar ja, hopelijk in de toekomst zullen ze toch echt ook een keer naar Venray komen. Het eerste herenteam van TC Venray won zaterdag met 6-0 de thuiswedstrijd van Kerkrade en pakte daarmee de titel in de eerste divisie. Volgend seizoen komen de tennisheren uit in de eredivisie. De Venrayse tennisheren hadden aan 1 punt voldoende om het kampioenschap te grijpen. Na het eerste enkelspel, gewonnen door Ruud Geurts, kon de champagne al ontkurkt worden. Ook Twan Weeme en Niels van Dam pakten vervolgens hun enkelspel en brachten de thuisploeg daarmee op 3-0. De gasten uit Kerkrade toonden zich vervolgens slechte verliezers door de 3 resterende partijen, een enkelspel en 2 dubbelspelen, niet meer te spelen en huiswaarts te keren. Het was wel een beetje een anticlimax vandaag. Klopt. De tegenstander die tegen speelde vandaag, Kerkrade, die wilde ook graag kampioen worden. Maar ik denk een paar wedstrijden geleden hebben ze een nederlaag opgelopen wat ze niet gedacht hadden. En ja, die jongens die konden dus, we moesten vandaag 1 puntje halen. En ja, na 3 singles die we gewonnen hadden met 3-0 zeiden we stoppen ermee. En ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt in de tenniscompetitie. Ondanks deze domper werd het succes uitbundig gevierd door het Venrays tennisteam. Dat met vlag en wimpel en dik verdiend het seizoen met het kampioenschap afsloot. Ja, absoluut. We hebben de eerste 6 potten gewonnen. En vandaag stonden we ook 3-0 voor. Dus we mogen ook vanuit gaan dat we die met of 5-1 of 6-0 of 4-2 gewonnen hadden. Dus ja, we hebben eigenlijk alle potten gewonnen, dus ja, ik denk ook wel terecht kampioen, ja. Wat is de kracht van jullie team? Ik denk de breedte. We hebben dit jaar ook iemand van een andere uit Eindhoven erbij. Dus we zijn nu met z'n 6. Eén week konden 2 mensen niet meedoen, toen waren we met z'n 4. En de rest van de week hebben we steeds met z'n 5 gedaan, want vandaag kon Michiel Boers ook niet meedoen. Dus ik denk dat wij in de breedte gewoon sterk zijn en dat heeft denk ik ervoor gezorgd dat we kampioen zijn geworden. En nu de nieuwe uitdaging, de Eredivisie. Ja, Eredivisie, ja, dat is nog een graadje hoger. Ja. Dat is eigenlijk het hoogste landelijk niveau, 17+ op de zaterdag. En nou ja, de beste teams van Zeeland, Brabant en Limburg zitten erin. Dus dat wordt absoluut een uitdaging, ja. Het was zondag in Hartje Venray een drukte van belang. In het winkelcentrum was het niet alleen koopzondag, maar er vonden ook 2 evenementen plaats. Smaak zit tussen je oren en het Schepersfeest. Dit festijn begon met schapen die door de straten van Venray trokken en bovendien werden geschoren. Op de pleinen werd tevens een braderie gehouden met oude ambachten en verkoopkramen. Tijdens het Schepersfeest werd geld ingezameld voor het goede doel. Dit jaar was het project van de Schaapscompagnie. Van donderdag tot en met zondag vond voor de 2e maal Smaak zit tussen je oren plaats. In een tent op het Schouwburgplein konden bezoekers genieten van agroproducten uit de regio Venray. Denk dan aan komkommers, venkel, tomaten en gerookte paling. In de tent werkten chef-koks van diverse horecagelegenheden uit de gemeente Venray samen om van agrarische producten de lekkerste gerechten te bereiden. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Vrijdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht blijft het droog en wordt het 10 graden. Overdag komt er een vrij krachtige zuidwesterwind opzetten. Het is veelal bewolkt met kans op een bui. De temperatuur zal naar zo'n 22 graden gaan. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot vrijdag.